Een signeersessie in een Rotterdamse boekhandel met Kees Brussen en Henk van der Horst. De laatste schreef de biografie van Brussen, omdat hij door zijn slechte gezichtsvermogen niet meer in staat was zijn memoires zelf te verevigen. Maar Rotterdam beleef je natuurlijk pas echt in de haven. En ondanks het energievretende longemfyseem waar Brussen aan leidt, was hij daar meteen voor in. Dus stapte hij op de havendienst 2. Mijn Australische vrouw zegt dan, het wordt tijd dat je weer eens een beetje haven ziet. En dan gaan we naar Fremantle, dat is de haven van Perth. En dan gaan we naar de schepen kijken, dan ligt er daar één, begrijp je wel. Dat is alles wat er ligt. Nee, ik vind het heerlijk om hier weer te varen en om dat allemaal te zien. 86 jaar geleden werd hij geboren in Rotterdam, waar hij de beginjaren van zijn leven doorbracht in Hillegersberg. Met zijn vader, journalist bij de NRC en schrijver van onder meer Boefje. En zijn moeder, die operazangeres was. Kees beleefde na de scheiding van zijn ouders geen gelukkige jeugd. Als 11-jarige maakte hij zijn acteerdebuut in de film Rijntje Gijssen. En op zijn 16e speelde hij in het toneelstuk Boefje. Hij bezocht nooit de toneelschool, maar hij groeide uit tot een van Nederlands beste acteurs met een imposante radio, tv, film- en toneelcarrière. Ook in Rotterdam, bij onder meer de Rotterdamse Comedie. In die jaren was Rotterdam een zeer swingende stad. Enorm swingend. En er was een buurthuis. En vooral Barkema en ik hebben toen heel veel zitten praten. Anna Blaman, die kwam daar ook bij. Dat was een vriendin van ons. En toen hebben we dat hele buurthuis, heeft hij helemaal veranderd in 2 theaters. Het Venster en de Lantaarn. Dat was een buurthuisje. En ik hoorde het met grote vreugde dat het er nog is. En dat het nog functioneert en werkt. Daarnaast deed hij ook commerciële klussen. Iets wat toen nat dan was onder acteurs. Maar Brussen zegt het hard nodig te hebben gehad, omdat hij als acteur te weinig verdiende. Dus deed hij in de jaren 50 ook 2 Rotterdam promotiefilms. 1 over het nieuwe centrum en 1 over de haven, waarin een liefdesrelatie was verweven. Ik herinner me wel dat het veel in de haven was. Dat we schepen opgingen of dat ik van een schip af moest komen. En dat ik er vooral af moest komen of ik bij dat schip hoorde. Of ik de stuurman was daar. Ja, heel veel meer weet ik er niet van. U bent getrouwd met haar in de film. Op het stadhuis. Ach ja, natuurlijk. Ja. And may this marriage also be a source of prosperity and happiness for you both. Alweer zou ik bijna zeggen. Met zijn charme wist hij niet alleen menig vrouw voor zich te winnen, maar het maakte hem ook erg populair bij een groot Nederlands kijkerspubliek. Brussen beseft dat als geen ander. Ik ben een echte oer-Hollander. En dat is eerlijk gezegd ook het enige publiek wat ik goed ken en wat ik begrijp. En wat ik het leuk vind om binnen te komen en een verhaal uit te wisselen. Vandaar ook het boek, om een mooi verhaal uit te wisselen. En elkaar over je leven te vertellen. Dat geeft herkenning en ik geloof dat dat heel, heel goed is. Weet jij nog wat? Ik van Rotterdam? Nee, ik ben een Amsterdammer, Kees. Dus, ja. Bij mij wil je niet aankomen voor Rotterdam. Nee, nee. Bij mij wel. Ja, nee.